100 jaar geleden, op 19 september 1916, zijn de boeren in de Haarlemmermeerpolder getuigen van het ontstaan van Schiphol. Het pionierswerk neemt een vlucht als Albert Plesman leiding gaat geven aan de KLM. De burgerluchtvaart is een feit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Schiphol totaal verwoest. Maar Jan Dellaert zorgt voor een snelle wederopbouw en Schiphol wordt dé nationale luchthaven. Door de komst van de straalvliegtuigen wordt vliegen ook voor het grote publiek bereikbaar. Er is behoefte aan meer ruimte en Schiphol verhuist in 1967 van oost naar centrum. In de jaren daarna blijft Schiphol groeien en moderniseren. De terminal wordt alsmaar groter en mooier. Er komen meer pieren en betere verbindingen per spoor. En in 1991 gaat de nieuwe verkeerstoren open. Ook in de 21ste eeuw blijven we in beweging. De wereld is ons achterland en onze voortuin. Reizigers, zakenmensen, goederen en ideeën bereiken via Schiphol ons land of gaan vanaf hier op wereldreis. Schiphol is van en voor ons allemaal. Een plek waar je thuis komt. Een plek waar we samen trots op kunnen zijn. Schiphol verbindt. Al 100 jaar.